De meningen onder het personeel van het Sint Vincentius ziekenhuis, SVZ, over het opschorten van de vakbondsactie zijn verdeeld. Het personeel is sinds afgelopen donderdag in actie vanwege het uitblijven van de uitbetaling van de lumpsum van 4.500 SRD. Bondsvoorzitter Robbie Narendorp zegt dat hij reeds de toezegging heeft dat de gelden op de rekeningen van de medewerkers gestort zal worden. Echter wil een groep eerst het geld op hun rekening zien, alvorens zij het werk hervatten. We hebben het verslag gedaan over de gesprekken die ik gisteren gevoerd heb, waarbij de toezegging is gedaan, dat er vanaf vandaag een deel van de lumpsumgelden zal worden overgemaakt op de rekeningen van de mensen. In elk geval de toezegging is gedaan. En tot op dit moment heb ik geen redenen om te twijfelen of ze overgemaakt zullen worden. Het is mij toegezegd en ik heb dat doorgespeeld. Maar nou, in dit soort gevallen heb je verschillende meningen. En dat is ook hier het geval. Van mensen dus die aangeven dus dat ze dat geld eerst willen zien. Voordat ze dus de werkzaamheden normaliseren. En zijn anderen dus die aangeven dat ze hopen inderdaad dat de toezegging dat inderdaad bewaarheid wordt. Okay. Hoe ziet de actie eruit? Dus de mensen werken tot 11 uur en daarna hebben ze sit-down. Voorzitter Robbie Narendorp van de Bond van Personeel bij het Sint Vincentius ziekenhuis. Hij heeft naar eigen zeggen de toezegging van de directie dat een deel van het bedrag van 4.500 SRD vanaf vandaag te zien zal zijn op de rekeningen van de personeelsleden. De afspraken voor de uitbetaling van de lumpsum zijn begin juli gemaakt tussen de bond, directie en regering. Er was afgesproken dat deze gelden in juli uitbetaald zouden worden.